Oh, kijk wat er gebeurt. Don gaat evolueren. Yo Nintendo fans, yo Rikachu Army. Welkom weer bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Fire Only Challenge. Wil je ook bij de Rikachu Army? Druk even op die rode abonneerknop hier beneden. Dan ga ik snel verder met spelen. We zijn namelijk bezig met een playthrough met alleen maar vuur-Pokémon. De vuur-Pokémon mogen natuurlijk ook een ander type hebben, zoals Bardo, die je nu gaat zien. Bardo, dat is onze Sandy-Scorch. En Sandy-Scorch is natuurlijk Fire en Bug. Samen. Let's go, Bardo. Dit wordt trouwens wel een moeilijk verhaal, want Bite en Bug Bites zijn not very effective. Dus ik moet wel Flame Wheel gaan proberen. Op Clefairy eens even kijken. Nou, dit wordt helemaal niet zo'n heel moeilijk verhaal. Echt, jongen, die attack van Bardo is volgens mij insane. Volgens mij heb ik een hele goede Sandiscorch te pakken, jongens. Zou het ook lukken bij Clefable, vraag ik me nu af. Laten we het gewoon proberen. Nog een keer een Flame Wheeletje, Bardo. En nu op Clefable. Eens even kijken wat je daarmee gaat doen. Hoppakee, daar gaan we. Flame Wheel. Nou, oké, dit is... is eigenlijk best goed. Oh, Clefable doet metronoom. Als ik nu een ground type move. Een rock wrecker. Ja, dat is ook lekker. Oh, dit is... ja hoor. Precies ook echt de meest krachtige aanval die hij ook maar zou kunnen kiezen tegen Sandiscorch. Die krijgt Clefable random met één keer het gebruiken van metronoom. Dit is RNG toch? Dit kan niet. Bardo, je bent officieel genaaid. Laten we eens even kijken of Thomas dan even wraak kan nemen hoor. Onze kleine Litwick is eigenlijk echt super schattig. Wij doen Fire Spin. Eens even kijken of dit gaat lukken op Clefable. Het komt beter jongens. Het komt beter. Oké, nog een keer metronoom. Nee. Nee, hou op met je metronoom. Oké, Twister. Twister kunnen wij wel tegen. Die kunnen wij wel hebben. Wij doen Nightshade dan nu op Clefable. Gaan we het daarmee fixen? Ja hoor, lekker bezig Thomas. Dionne en Thomas gaan beide een leveltje omhoog. Dat is chill. Dionne onder die is natuurlijk onze Salandit. Nou, ik vind het wel een beetje naar voor Bardo. En wat ik ook naar vind is dat ik de vraag van de dag weer vergeten ben aan te passen. Mijn vraag aan jullie voor vandaag is: wat is jullie favoriete Pokémon kaart? Heb je een favoriete Pokémon kaart? En heb je een mooi verhaal bij jouw favoriete Pokémon kaart? Misschien ben je er wel op een hele bijzondere manier aangekomen. Mijn favoriete kaart is de Ancient Mew kaart. Dit is een hele oude kaart. Moet je me even opzoeken op Google. Dat vind ik echt nog steeds een hele toffe kaart. Het is een hele andere kaart dan alle andere kaarten die je kent. En ik ben benieuwd of we hier een Fire-type Pokémon kunnen vinden. Wat we wel kunnen vinden, zijn onze eerste drie Ultra Balls. Dat is lekker. Oh, wil jij battelen? Ik wil best battelen met jou, hoor. Kom maar battelen. Ik kan jou sowieso hebben. Maractus. Ik bedoel, ik heb gewoon een Flame Wheel voor jou. En je weet, mijn Sandiscorch is niet normaal sterk. Kijk, kijk. Ook Maractus moet in één keer het onderspit delven. Ik weet niet waar Bardo al die power vandaan had, maar hij gaat ook nog een leveltje omhoog. En dat doet Ronald ook. Oké. Oh, wat loop ik hier? Oh nee, ik loop tegen een Dugtrio aan. Nee, dit is niet chill. Dit wil je eigenlijk niet. Kan ik wegrennen? Ik kan niet wegrennen. Bardo, je hebt een probleem. Kan ik nog steeds niet wegrennen? Ik kan nog steeds niet wegrennen. Hij doet Sandstorm. Oh, gaat Bardo nou weer dood? Laat me wegrennen van deze freaking Dugtrio. Of heb je... ik dacht even dat hij een ability had waardoor ik niet weg kon rennen. Maar gelukkig kan ik gewoon wegrennen. Ik zag die Dugtrio even helemaal over het hoofd. Oké, door naar de volgende battle. Ik ben benieuwd of we deze duo battle gaan halen. Ik ga dit proberen met Dionne en Don. Dat is ook wel, klinkt als een lekker duo, toch? Don en Dion. Oké, die ene kunnen we sowieso hebben. Die Pawnyard. Let's go, Don en Dion. En laten we dan ook gewoon even eerst voor Pawnyard gaan. Dionne doet Ember. Die moet super effectief zijn. Dionne. Je one-shot hem gewoon eventjes met een simpele Ember. Oké. Don en Wilbootje gaan daarmee een leveltje omhoog. En dat doet Don even Incinerate. Want met Incinerate zouden we ze eigenlijk allebei raken. Oh, en Ancient Power niet op zijn landed. Nee. De Pokémon trainers op deze route zijn veel te slim, jongens. Oké, Wilbo, wil jij even helpen? Pak die Togetic even aan, jongens. Samen. Hoppakee. Smackdown op zijn bakkes. Super effective. Oké, dit is alweer genoeg. Oké, baba Togetic. Kijk wat er gebeurt. Don gaat evolueren. Dit wordt echt een badass Pokémon. Een badass Pokédon wordt dit. Hoppakee. Kijk hem staan, jongen. Ja, echt een brede Harry, jongen, die Colossal. En daar staat hij ook in de overlay. Wat een droomgozer, hè, deze Colossal. Of zeggen we tegenwoordig een dreamgeezer. In ieder geval, ik ben blij met je. Oh, je gaat ook nog even een nieuwe aanval leren. Tarshot. Wat was het ook weer? Die heb ik niet zoveel gebruikt, volgens mij. Hiermee wordt je tegenstander zwakker voor Fire-type moves. Is op zich wel interessant. Maar welke move moet nu weg, hè? Dat is
een beetje de vraag. Nou, weet je wat? Laten we het maar gewoon zo houden. Ik moet wel even snel terug naar het Pokécentrum nu, hoor. En we zijn weer terug met de volledige Hilde Squad. Alleen moeten we nu even tegen Scorupi. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dan moeten we eigenlijk een partij moeilijk gaan lopen doen. En dat wil ik helemaal niet. Oh, Maractus wil weer battelen. Oh ja hoor, Maractus. Kom maar. Gratis XP. Laten we Poison Fang eens even proberen. Ja hoor. Doet niet zo heel veel damage. Zo, hallo. En die Gigadrain doet overdreven veel damage. Waar slaat het op, jongens? Het is een not very effective move. Die doet meer damage dan mijn super effective move. En Ember dan. Oké, Ember doet het beter. Huh? En ik krijg ook HP terug. Oh ja, van mijn Shellbell. Ik heb natuurlijk de item Shellbell gegeven aan Dionne. Terwijl we nu wat pinnetjes op onze kop krijgen. Raakt ons ook echt weer 4 keer, hè. Potverdorie. Oké, lekker. Ember. Hoppa. En dat is weer wat XP erbij. En nog wat HP erbij. Ja, niet zoveel. 2 HP maar. Dionne gaat een leveltje omhoog. Ik weet niet op welk level Dionne evolueert. Ik ben benieuwd of dat al bijna is. Ze leert in ieder geval Incinerate nu. En Incinerate is een stuk sterker dan Ember. Dus daar ben ik blij mee. Kunnen we even nog veel harder aanvallen. Go, 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 go. Overal langs. Ja hoor. Staat hier nog een trainster? Ik heb wel het gevoel dat je op deze route even tegen alle trainsters moet vechten. Want als je dat niet doet, ben je een beetje underleveled hierna. Dat was in mijn reguliere playthrough ook. Toen waren we hier en toen had ik geen zin om te battelen hier. En toen werd het daarna opeens een stukje moeilijker. Oeh, een Salk. Ja, Socks, die zijn best wel sterk. Dus ik ben benieuwd wat we daar kunnen gaan doen met Incinerate. Incinerate doet op zich wel aardig wat damage. Een low sweep, die doet heel veel pijn. Dat is echt best wel een sterke aanval. Gelukkig is die not very effective. Maar ik word er wel wat langzamer van. Daar baal ik van. Ja, kijk, nu ben ik inderdaad wat langzamer. Double kick op mijn hoofd. Die kan ik wel overleven. Maar ik denk niet dat ik Salk al ga slopen. Ik denk dat ik Salk letterlijk 2 HP overhoud. Zie je? Ja, Dionne is wel lekker bezig. Maar ze moet wel even goed getraind worden. En ik ben wel heel benieuwd als zij straks een Celazzo is, hoe goed zij gaat worden. Want ik denk dat dan echt een hele goede Pokémon is. Ik heb even een super potiontje gebruikt. En dan hoop ik dat deze Incinerate gaat werken. Ja, hij doet bulk up. Dat is helemaal top. Dat betekent dat wij hem gewoon even kunnen slopen. En dat, hier krijgen we ook wel veel XP voor hoor. Level 31 Salk. Dat tikt wel aan. Dus even kijken. Kijk, 1046 voor Dionne. Thomas gaat met 523 XP een leveltje omhoog. En hoppa, dan hebben we Diane ook weer verslagen. Even kijken waar we nu allemaal naartoe kunnen. Daar ligt in ieder geval nog een Pokéball. Die gaan we even oppakken. En bij dat mevrouwtje hier linksbovenin, daar kan je je fossielen dus resurrecten. Kijk, we hebben een fossiled fish. Je moet fossielen wel combineren. Dat is nieuw in deze game. En daarmee kan je dus ook nieuwe combinaties van Pokémon krijgen. Maar er is geen type die vuur is in deze game. Dus dat is jammer. Zou ik Dick trouwens kunnen leren aan een van mijn Pokémon? Kijk, Don en Wilbo kunnen Dick leren. Dat is niet verkeerd hoor. Ik denk dat ik die aan Wilbo ga leren. En dan haal ik Swift weg. Dat is wel een interessante move om te leren. Een grondtype move. Okay, we moeten even hier naar beneden, want daar lag nog een Pokéball die ik even op wil pakken. En wat ligt hier dan? Light Clay. Geen idee wat het is. Die zullen we vast hier kunnen vinden. Nee. Of heb ik al een Light Clay? Ja, ik heb al een Light Clay. Ah nee, laat maar. Daar heb je helemaal niks aan. Oké, volgens mij moeten we nu naar rechts oppassen. Oh, voor die Ductrio. Oké, we raken een Helioptaal aan. Zolang we maar geen Ductrio aanraken, jongens. Die Helioptaal moeten we misschien wel kunnen hebben, denk ik zo. Hoppakee. 1 keer Incinerate en klaar. En we krijgen weer wat HP erbij. Dat is echt wel lekker hoor, die Shellbell. Laten we nu even een andere Pokémon gebruiken. Ik ga weer even schakelen naar Bardo. Hey Bardo, heb je zin om te battelen? Dan mag jij namelijk gaan battelen tegen Scorupi. Ja, kijk, dat is wel beter dat we even geswitcht hebben, denk ik. Dus even kijken of die Scorupi ook in één keer gaat slopen met zijn Flame Wheel. Ja, dat moet haast wel. Die gaat in één keer neer, hoor, die Scorupi. Dat is gewoon dikke doei. Kijk maar, hoppa. Nou, ik denk niet dat Bardo nog uit mijn team gaat, hoor. Die blijft er denk ik wel bij tot het einde. Die is even een partijtje aan het slopen. Dat is niet normaal. Deze gaat sowieso ook in één keer down. Dit is weer super effective. Die Ponyard heeft echt niks te vertellen. Arme Pokémon. Is ook wel eens fijn, toch? Dat het allemaal misschien even wat makkelijker gaat. Ligt hier beneden dan nog een itempie wat ik op kan pakken? Volgens mij spawn hier wel Fire-type Pokémon, hoor. In het bewegende gras. Maar eerst moeten we even gaan afrekenen met deze chick. Oh, we hebben net gebattled tegen een Sock. Dan mogen we nu tegen een Throw. Dus even kijken of dat net zo goed gaat, hoor, jongens. We gaan gewoon door met Flame Wheel. Dat is een van mijn beste aanvallen, denk ik. Ik heb 3 keer nodig. Circle Throw gaat mij sowieso pijn doen. Oh. Of niet. Maar ik word... Oh ja, dat switcht je uit de battle. En dan moet de volgende gaan battelen. Ja, dit is wel een beetje balen voor Dionne eigenlijk. Ik weet namelijk niet of Dionne dit kan gaan fixen. Dit wordt lastig. Krijg wel HP weer terug. Hij gaat lekker door met Circle Throw. Nou, dat valt wel mee. Het doet niet zo heel veel pijn. Dat scheelt. En dan komt nu Thomas eruit. Thomas mag even Nightshade gaan doen. Lekker Thomas. Oh, hij heeft nog 1 HP over. Maar hij doet nu een fighting move. En die kan mij natuurlijk niet raken. Dat is echt super chill. Hier Storm Throw raakt me ook niet. Echt heel fijn tegen fighting type Pokémon. Ik denk dat we in deze playthrough veel minder moeite gehad hadden met B eigenlijk. Dat ik gewoon hete Thomas gebruikt. Dat had echt een stuk makkelijker geweest. Dionne gaat lekker hoor. Naar leveltje
31. En dan ga ik eens even kijken wat we tegenkomen in het bewegende gras hier zo. Oeh, Hawlucha. Vind ik wel een hele vette Pokémon, maar ja, die mogen we helaas niet gebruiken. Ik vind het op zich wel een redelijk typische Fire-type Pokémon hoor. Hij ziet eruit als een Fire-type Pokémon, maar hij is het niet. Hawlucha gaat wel down. Ja hoor, sorry Hawlucha. En Don gaat nu ook al naar level 35, die gaat ook hard. Ja, de kans is wel klein hoor, dat we een Fire-type Pokémon gaan tegenkomen hier in het bewegende gras. Oh, wat zeg ik? Kijk, Torkoal. Ik weet alleen niet of Torkoal nou echt super goed is. Ik heb Torkoal eigenlijk zelf nog nooit gebruikt. Ik heb hem niet echt getest of zo. Volgens mij is het een Pokémon die best wel een goede defense heeft. Maar ik heb totaal geen idee over zijn attack of dat hij snel is. Ik weet het gewoon echt oprecht niet of dit een beetje een goede Pokémon is. Dus ik vind dat best wel moeilijk om te beslissen of hij in mijn teampie moet. Het is ook een single fire type, dus... Net als Arcanine, net als Growlithe, is het geen duo-type. Dus ik denk dat hij sowieso dan in de plaats van Wilbo zou moeten komen... als we deze Pokémon ook echt willen gaan gebruiken. Ik denk op zich wel dat Torkoal een hele goede defender zou kunnen zijn. Een hele goede tank voor in je team. Maar als ik kijk naar welke Pokémon ik op dit moment in mijn team heb... dan, ja, die vind ik ook wel eigenlijk toffer, denk ik. Maar ik twijfel dus tussen Growlithe en Torkoal. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Of, nou ja, hij laat zich in ieder geval moeilijk vangen. Ik moet hem eerst nog maar zien te vangen. Maar... wie zouden jullie in mijn team doen? Growlithe of Torkoal? Welke van de twee? Gaan we voor een hond of gaan we voor een schildpad? Ik kan hem in ieder geval heel moeilijk vangen. Laten we maar dan even gaan proberen met de Ultra Ball. Misschien dat hij daar wel in blijft zitten. 1 en 2 en 3. Blijf je daar wel in zitten, Torkoal? Ja hoor, ja hoor. Dan weet ik niet of er een YouTuber is waarvan we weten dat hij schildpadden heeft. Dan zou ik Torkoal de naam van die YouTuber kunnen geven. Wilbo wil ondertussen Crunch leren. Daar ben ik super blij mee, want Crunch is een stuk beter dan Bite. Dus Wilbo begint ook wel echt beter te worden nu. En Thomas wil Curse leren. Ja, ik weet niet wat Thomas nog meer voor moves kent. Hex? Nee, Curse. Nee, laten we maar geen Curse doen. Ik weet het niet, maar op een of andere manier vind ik dit best een oude Pokémon lijken. Het lijkt net alsof deze echt al super lang leeft. En schildpadden hebben volgens mij ook best wel een lang leven. Hij pookt zijn ogen dicht alsof hij al moet slapen. Dus dit is best wel een oude Pokémon. Dus dan moet ik eigenlijk terug naar YouTubers die al in de 30 zijn en die ooit zijn begonnen met YouTube 10 jaar geleden of zo. Ja, en dan denk ik eigenlijk in dit geval maar een één man. Dus David Games. Daar begon het allemaal, YouTube Gaming. Dus David, jij bent Torkoal. Gefeliciteerd. Mijn kijkers mogen beslissen of jij ook echt in mijn team gaat komen of niet. Voor nu ga je even in de box. Sorry man, spijt me. Hey, maar ik trek mijn handen ervan af. Als mijn kijkers je in mijn team willen, dan kom je er alsnog in. Nou, mooi. Dan hebben we toch even die Fire-type Pokémon gevonden hier op deze route. Daar ben ik best wel blij mee. Hier ligt nog een itempie. Dat is een Rare Candy. Die Maractus wil nog even beef zoeken. Ja, maar ik snap niet waarom die Maractus ze allemaal zo stoer doen hier zo. Ik begrijp het gewoon echt niet. Ze weten dat ik met een volledig vuurteam hier lopen. En dan gaat Maractus stoer lopen doen tegen mij. Als Dugtrio nou stoer zou doen tegen mij, dan zou ik het nog snappen. Die zou me kunnen slopen. Maar Maractus heeft letterlijk niks op mij. Maractus heeft alleen gratis XP voor mij. Dus ja, bedankt daarvoor weer. Laten we even hier naar beneden gaan. Want ik zag hier toch wel even een TM'tje liggen. Steelwing. Ik denk niet dat een van mijn Pokémon Steelwing kan leren. Lijkt me een beetje gek. Nee, mijn Pokémon kunnen die niet leren. Had wel chill geweest, maar helaas. En dan gaan we lekker snel weer naar boven. Moeten nog één battle doen voordat we in de volgende area komen. En dat is deze battle. Heb jij daar gewoon een Pikachu fan art ding? Ja, Pokémon is art too. If we both give it our all. Ze heeft gewoon even een Pikachu geboetseerd. Schattig hoor. Of is het een Mimikyu? Wow. Oh, het is een hij trouwens. Oh, deze guy, jongen. Dit is de discriminatie voor alle artists. Alsof alle artists zo weird zijn en zo uit hun ogen kijken alsof ze volledig psychotisch zijn. Dat vind ik echt niet kunnen. In ieder geval, Bardo sloopt bijna Koffing. Alleen Koffing, die sloopt zichzelf. Ja, die is al even psychotisch als de trainer. Die maakt gewoon zichzelf van kant. Ja, Bardo overleeft het gelukkig wel. Man, man, man. Battle dan gewoon niet. Als je dan zelf destruct doet, battle dan gewoon niet. De volgende Pokémon waar we mee te maken krijgen is een Sudowoodoo. Ja, en dan dat moet Ronald maar even fixen met zijn double kick aanval. Let's go Ronald. Hoppakee, super effective. Maar ja, Sudowoodoo overleeft het zowaar, jongens. Helemaal gek. Sudowoodoo gaat voor Rock Slide. Ja, daar ben ik natuurlijk niet zo blij mee. Maar goed, weet je, we zijn sneller, dus het is niet een super groot probleem. Sudowoodoo wordt alsnog gewoon genakt door Ronald. Maar ja, die rock aanvallen, die steen aanvallen, die blijven natuurlijk een probleempje voor mijn team. Ronald gaat een leveltje omhoog.
Level 38 is die alweer. Die is gewoon bijna level 40. Ja, dan kan ik counter leren. En die doet 2 keer zoveel damage als dat ik pak. Alleen ik ben knijtersnel. Dus ik ga deze move eigenlijk altijd missen voor mijn gevoel. Dus laten we dat maar niet doen. Yo, en dan zijn we aangekomen in de volgende stad. Lopen we langs het Diglett. Nee, langs de Duck Trio statues. Of ja, langs de 3 Diglett statues. Dat kan ook. Het is maar net hoe je het ziet. En dan zijn we dus hier aangekomen in dit superleuke dorpje. Waar je trouwens hele zeldzame items kan kopen ook. Iedere dag van de week. Hop stond alweer op ons te wachten. En de volgende gym is in Pokémon Shield een Ghost-type gym. Volgens mij kan je bij deze man fossielen krijgen. Ja, kijk, 2 fossilized drakes kunnen we hier krijgen. En door dus deze te combineren met die andere fossielen, kan je dus hele goede nieuwe Pokémon krijgen. Maar ja, nogmaals, er zit geen vuurtype tussen, dus dat gaan wij in deze serie niet doen. Nou, is het dus zo dat je bij deze guys best wel goede items kan krijgen. Protective pads. Ik weet niet zo goed wat het is, maar ik koop het denk ik maar gewoon voor 3000. Dus even kijken wat het is hoor. Oh, dat is nice. Als een andere enemy bijvoorbeeld een ability heeft, zoals een ability die je kan verbranden als je een aanval op hem doet, dan werkt dat niet als jouw Pokémon de protective pads heeft. Dus dat is best wel chill. We kunnen ook een cracked pot kopen. Dat is om Sinistry te evolven. Dus die hebben we niet nodig. Dat gaan we toch niet doen. Oeh, we krijgen 12.000 voor een Big Pearl. Echt super jammer dat we geen Big Pearls hebben op dit moment. Nou, voordat ik met Hop ga battelen, ga ik nog eventjes snel alle items pakken in dit dorpje. En een van die items ligt dus hier op het dak. Venoshock, lekker. Die moeten we aan Salandit leren. Als je eerst je tegenstander poisont en je doet deze aanval, dan doet deze aanval 2 keer zoveel damage. Dus dat is echt heel nice. Dan moet je eigenlijk ook Toxic kennen. Die combinatie is echt dodelijk. Kijk hoeveel damage dit doet. 65. Special attack ook, dus dat is nice. Maar even kijken, ik ken ook nog Sweet Scent. Die kan ik sowieso weghalen. Bardo kan deze move trouwens ook leren. Dus is misschien ook wel nice. Hier ligt ook nog een ITP. Een Rocky Helmet. Oeh, dat is ook heel nice. Als de tegenstander een fysieke aanval op jou doet, dan doet de Rocky Helmet damage op jouw tegenstander. Misschien is dat wel nice om te geven aan Colossal. Colossal heeft toch wel een hoge defense. Hoppakee, Colossal, deze is voor jou. Die kan meestal wat klappen hebben, dus dat is wel nice om dat item dan aan hem te geven. Volgens mij wil Hop met mij battelen. En ik denk dat hij gaat beginnen met Dubwool. Dus we zetten Ronald als eerste in ons team. Ja hoor. Daar is die. Hoppie heeft weer zin in een battle team met ons. En hij begint. Oh, hij begint met de Cramorant. Oké. Dat is een verrassing. Het is alleen wel level 29. Dat is niet zo heel hoog. Misschien als ik gewoon Pyro Ball doe. Ja, dan kon ik hem verslaan. Alleen Pyro Ball mist. Laat ik nog een keer Pyro Ball proberen dan. Nu gaan we hem wel raken. Het is waarschijnlijk not very effective. Maar dit is zo'n sterke aanval. Kijk, dat bedoel ik. Dit is zo'n sterke aanval. Dat is niet normaal. Bardootje gaat naar level 32. Die wil Slam leren. Ja, nee. Vind ik eigenlijk niet zo nice. Die heeft maar 75 accuracy. Dat is heel weinig. Op zich heeft Hop best wel een team waarmee hij veel tegen mij kan doen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Hij heeft een water-Pokémon, hij heeft een grond-Pokémon. Het is dat wij nu op dit moment veel sterker zijn, maar misschien kan Hop aan het einde van de game toch nog wel een probleempje gaan veroorzaken. Silicobra kunnen we in ieder geval ook gewoon kaart slopen met die aanval. Ja, die aanval is niet normaal. Nu, Thwacky. Bardo, jij mag het opnemen tegen Thwacky. Kan kiezen tussen Flame Wheel en Bug Bite. Ze zijn allebei super effective. Thwacky is trouwens wel eens lekker sneller, oké. Arme Thwacky. Ik vind Thwacky wel vet hoor. Echt een vette Pokémon. Kijk hem staan dan met zijn 2 stokjes. Dat is toch echt een baas. Laten we het afmaken met onze Bug-type move. Oh, of niet, als hij een super potion geeft. Oké, Hoppie. Dus even kijken hoeveel damage Bug-bite dan op hem doet. Gaat dit hem slopen? Dit gaat hem slopen. Arme Thwacky. Dionne groeit naar level 32. Zou Dionne dan nu nog gaan evolueren? En we gaan ook Thomas nog even inzetten. Onze schattige kleine Thomas. Die mag het even gaan opnemen tegen de schattige kleine Toxel. Baby fight! Yay! Toxel doet acid. Doet niet zo heel veel pijn. Wij doen lekker Nightshade op Toxel. En dat doet net niet de helft damage. Helaas. Dan duurt het allemaal nog even wat langer. Hij doet Nuzzle. Die paralyzed mij sowieso. Dat is wel balen. Oh, maar we verbranden daarmee wel Toxel. Omdat we Flame Body hebben. Kijk, dat is lekker. Oh, en we zijn uiteindelijk niet paralyzed. Dus we kunnen gewoon deze move doen. En het burnen. Dat zorgt ervoor dat Toxel kapot gaat. Lekker gedaan, Thomas. Ah, arme Hop. Heb hij toch weer verloren. En ja hoor. Hij gaat toch nog beter zijn best doen. Oh, mens. Staat opa opeens weer naast me. Kan jij niet even gewoon lekker naar je eigen dorpje gaan? Doe je ook, Paul. En ja, jongens, dat was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie het weer net zo leuk vonden als ik. Doe in dat geval zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatoo. Dan zie ik je gewoon daar. Of bij de volgende video. Mazzel!